Hey, dit is niet aflevering 1, hè? Dit is nu is het klaar met het gekibbel. Ze zitten toch in de verpakking, zeg je net? Ja. Niet toen. Opgeroepen met het tijdschrift verrekt. Hoezo gaan wij samenwonen? Nou, kom lekker zelf heen dan. Jij doet helemaal niks. Het is tijd voor Casa Calvina aflevering 2. Hallo. Hallo. How are you? Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Gaat het met jou? Ik heb nog een beetje nat haar. Ja, we hebben al een poosje elkaar niet meer gezien. Zo. Die klapt er lekker in. Ja. Maar we zijn nog wel verliefd op elkaar. We gaan vandaag de tweede aflevering van Casa Calvina maken. De verhuisserie op YouTube waarin er niet wordt verhuisd. Maar waarin er wel wordt voorbereid op de verhuizing. En er wordt gepraat. Casa Calvina. De verhuisserie waar alleen maar voorbereid op verhuizen en er wordt gepraat. En we gaan iets heel bijzonders doen vandaag. Namelijk, als je gaat verhuizen... Dan loop je er tegenaan dat je in een huis woont waar zeg maar nog tandhoeveel oude spullen staan. Ja, wij hebben fucking veel troep. Nou, het is niet allemaal troep. Jawel. Nee. Maar ja, dan moet je natuurlijk besluiten wat je meeneemt naar het nieuwe huis en wat je helaas achterlaat. En dat gaan we vandaag doen. Kijk, we hebben groene stickers en we hebben rode stickers. En als je vindt dat deze prachtige vaas niet mee naar het nieuwe huis gaat... Dan plak je een lekker stukje in de onderkant. Maar als je vindt dat de vaas wel mee mag naar het nieuwe huis, dan plak je een groen stickertje. Dat doen we afzonderlijk. Dat doen we afzonderlijk van elkaar. En aan het eind van de video gaan we alles bij langs. Als we het niet met elkaar eens zijn, dan gaan jullie bepalen wat we ermee gaan doen. Hoe? Dat ga je straks zien. Mag ik beginnen? Het is tijd. Om keuzes te maken. Groen en rood, rood en groen. Let's go. Ik heb de tv al 6 jaar, denk ik. Hij heeft me nooit teleurgesteld. Dus ik geef hem gewoon even een lekker stickertje. Groen stickertje voor de tv. Want ja, hè? Er moet wel FIFA gespeeld kunnen worden. Het tweede is het tv-meubel. Nu weet ik dat we al een nieuwe tv-meubel krijgen. En deze komt samen met die boekenkast daar. Uit het huis van Kelvin en Peter. Dus ja, dit kastje krijgt echt een rood stickertje. Ik weet ook gewoon ook wel wat Nina hiervan gaat. Nina vindt het ding ook echt kut. Ze krijgt van mij een rood stickertje. Dan komen we aan bij het pronkstuk van ons huis. De gordijnen. Als er iets is wat Nina en ik kut vinden aan huizen, zijn het gordijnen. Want dit is gewoon echt fucking droevig. Dus dit lijkt me toch wel echt een... Een rood stickertje. Het tijdschriftenrek. Weet je wat ik er kut aan vind? Deze tijdschriften gaan dus dan zo ombuigen zo. Zie je dat? Dus het hangt er een beetje bij zo. Een beetje sletterig hangt het erbij. Ja, die moet van mij gewoon echt blijven. Vind ik gewoon leuk. Voor in de hal, voor in de wc. Ik vind het leuk. Plak het weer op. Oprotten met het tijdschriftenrek. De krabbal. Een groen stickertje. Dit is de drankwereldbol. Zo so cute. Two people in love on a great wall growth picture. Kies ik voor de liefde of kies ik voor mezelf? Oké, ik heb gekozen. Ten eerste zie je hier allemaal fucking leuke puzzels. Die gaan we sowieso houden. Ik hou ervan om in de winter te puzzelen. Dus die krijgen sowieso een groen stickertje. Oprotten met die kutpuzzels. Knol het even goed in je oren, mevrouw. Je zal het niet denken, maar hieronder hangt toch echt een kapstok. Niet mee. Echt niet. Deze lijkt mij overduidelijk. Dus deze mannen gaan wel mee. Optieven. Up. Rood stickertje. Dit wordt echt goed, Calvin. Welkom in de catacombes van ons appartementencomplex. Dit ding is echt verschrikkelijk. Kattenmat mag ook weg. Zo. Dit is een prachtige scooter. Nieuw gekocht. Nina heeft hem aangeschaft. Heeft er een paar keer op gereden. Maar toen kwam ze erachter dat het toch wel lastig is om de scooter uit de berging te krijgen. Dus ik kan hem er niet uithalen. Maar straks hebben we een tuin met een gang en een tuinhuisje. Dus hier gaat ook echt wel een groen stickertje op. We hebben gekozen. We zijn klaar. De stickers zijn geplakt. En we gaan nu kijken bij elkaar of we het een beetje met elkaar eens zijn. En ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ja! Ja! De tv gaat mee. Dan het tv-meubel. Nou, daar hoef ik ook niet lang over na te denken. Ik ook niet. Ik heb hem in dit laadje. Ik heb hem ook in dit laadje. Twee keer rood. Twee keer rood. Dat betekent dat het tv-meubel weg mag. Echt normaal doen, hè?
gaat toch weg. Ik ga heel echt knijpen. Hij gaat toch weg. Andere mensen kun je daar toch blij mee maken? Oh ja, dat is ook zo. We gaan door naar de gordijnen. Nou, daar hoef ik ook niet lang over na te denken. Ik ook. Ik bedoel, kijk hoe mooi ze zijn. Ik bedoel, buiten grijs, binnen wit. Ja, hartstikke hangt mooi. Goede lengte. Wat zie je nou? Een rode sticker. Een rode sticker. Nou, wat toevallig. Die had ik ook. Nou, wow, we zijn tot nu toe best wel ingezind. De Krabbouw. Het paradijs van onze twee kinderen. Klaar voor? Ik heb het groene gedaan. Ik heb rood gedaan. Waarom? Ik dacht, als we dat, laten we dan een nieuwe kopen. Oké, dan doen we deze weg. Ik weet je, ik ben coulant. Nice. Maar we gaan wel precies dezelfde kopen. Weer. Nou, precies dezelfde. Nee, deze vinden ze top. Kijk nou. Oh, kijk haar nou genieten, jongen. Deze ja, helemaal geweldig. We gaan door. Het tijdschriftengerek. Aangeschaft en bedacht door Nina Waring. Ding. En wat vind je daar eigenlijk van? Nou, wil je dat ik heel eerlijk ben? Ik word gewoon niet gewaardeerd in dit huis. Ik vind die tijdschriften, die gaan zo bungelen hierdoor. Dat je denkt, ja, kut, kan ik niks aan doen. Letterlijk alleen deze twee. Ja, en dat staat gewoon een beetje rommelig. Nou, ik vind het echt niet leuk. Waar wilde je hem ophangen? Blijf normaal, jullie hebben eens verliefd tegen me nee, te doen. Nee, maar ik vind het zielig als jij zielig bent. Nee, ik ben helemaal niet zielig. Oké. Onder de boekenrekjes vind ik hem nou niet het allermooiste boekenrekje of zo. Nou, kom lekker zelf heen dan. Jij doet helemaal niks. Ik ga heel even een polletje maken. Ik ga zo dik verlies draaien op dit huis. Ik wil eigenlijk helemaal niet meer samenwonen met jou. Zo, hallo. Ik hou gewoon van lekker persoonlijke dingen in huis. En bij jou moet alles alleen maar praktisch. Ja, dat klopt. Dus, waarom wonen we eigenlijk dan samen? Gewoon omdat we van elkaar houden. Tenminste, ik hou wel van jou. Oké. Doe maar een pol dan. Dit rek mee naar nieuwe huis. Hij staat erop. Leuk voor je. Er is gestemd. Dankjewel, volgers. Maar nou, je mag blij zijn. Hoezo? De wereldbol, a.k.a. de drankvoorraad. Hoe kom je ook maar weer aan deze drankbol? Die heb ik van je ouders gekregen. En van? Je broer. En van? Jou. Dank je. Zo. 10 punten voor Kelvin voor zijn schoonouders. Yes! Dat heb je alleen maar gedaan dat je weer naar mijn ouders kijken. Nee hoor, helemaal niet. Ik heb deze van Nina haar ouders gekregen. Maar aan de andere kant wil ik ook niet die schoonzoon zijn die cadeaus van zijn schoonouders weggooit. Dus op de schoonouders heb ik maar gewoon groen gedaan. Dus je vindt hem niet leuk? Nou, ik vind hem leuk, maar jij bepaalt hoe... Wat de foto. De foto. Daar gaan we. Rood en groen. Hoezo gaan wij samenwonen? Ik snap het niet. Hij staat ook gewoon op Instagram, dacht ik. Ja, Kelvin leeft alleen maar in de virtuele wereld namelijk. Ja, dat is handig. Heb je niet zoveel spullen. Oké. Okay. Nou, doe maar een polletje dan. Hou mij vast zo. Even leuk. Ik heb mijn Instagram-volgers gevraagd of de grote foto mee moet. En 89% zegt ja. Nina is weer blij. Door. Den boeken. De boeken. Ja, kijk, ik zei boeken zijn wel van die dingen, als je naar huis komt, dan denk je, oh, hier wonen intellectuele mensen. Ja. En daarom hebben wij rood en groen gedaan. Heb jij rood gedaan? Nou, dit was mijn gedachte. Kijk, we moeten misschien even een paar boeken weg doen. Ik bedoel, hier het boek van Gordon, dat hoeft niet. Zo de meter op zeg. Nou, misschien leer je daar wel heel veel van. 6 puzzels, waarvan 3 nog in de verpakking. Ja. Jij hebt groen. Ik heb groen. En ik heb rood. Ja, ik denk, maak lekker hier een puzzelaar gelukkig mee. We hebben dit nou al zo lang hierin liggen en... Zo lang, dat is... Ik heb een dit... Een jaar hebben we dit liggen. Toevallig heeft laatste buren, weet je wel, in de Facebook had iemand gezegd, heeft iemand leuk puzzel? Die heeft nu, één iemand heeft nu een doos puzzels van ons. Ja, dat is top. Nog 50 aan. Nee, want die andere heb ik toch helemaal niet gemaakt? Zijn deze nog niet gemaakt allemaal? Ze zitten toch in de verpakking, zeg je net? Ja, 3 van de 6. Jij hebt niks te zeggen over dat die puzzels mee mogen of niet. Oké, ik zal... De puzzels mogen mee. Je hebt me overtuigd. Dus de schoenenkast. Daar gaan we. Hey, dit is nieuw. What the fuck? Schoenen moeten toch ergens in? Dit is de eerste wat ik niet wil en jij wel. Ja, ik dacht, je wilt toch een kast voor in de gang waar schoenen in kunnen? En je hebt deze schoenenkasten, heb je tot de helft, zodat ook alle lange jassen gewoon helemaal volledig eroverheen kunnen hangen. En dan krijg je dus zeg maar deze bovenkant, we gaan ernaast. Dan heb je gewoon net zo veel plek. Alleen maar. Dus dit moet weg. Oh, oké.
De kapstok. Hey! Nou, we zijn met elkaar eens. Want die dag hoort dat jas toch altijd op de grond. Hallo, ik ben thuis. Ja, nou, ik had echt een leuke dag. En ja, nou goed. Dat was, ja. En ze, Love Island. Ga verder. De kattenbak. Allebei rood. Want we gaan voor de elektrische kattenbak. Fijn als we ergens overheen zijn. Nou ja, mag je ook wel een keer blij zijn. We moeten door. Want ik moet door. De oude papierkist. Ik heb rood gedaan. Oké. En jij hebt groen gedaan. Ja. Oei. Dag maar even uit, Calvin. Nou, ik wil best groen doen. Ik wil best wel mijn keuze heroverwegen. Ik weet al wat je gaat zeggen. Kijk, als ze dan dit heeft als oud papier, dan doet ze dit. Zo. Ja, dan heeft die hele kist toch geen zin? Als je gewoon geen hele dozen erop zet. Zullen we dat afspreken? Ja. Kijk, we komen wel ergens. Nina van 2,30 meter. Wat ben ik trots op jou. De computer, dames en heren. Allebei groen. Lekker. Het siliconenhoofd. Heb je nou 3 rooien erop gedaan? Wat is dit nou? Het is toch mooi om te hebben. Oké, Kel. Oké, deze gaat in de prullenbak. Ja. En dan de foto's. De foto's. Gelukkig hebben we de foto's nog. Weet je wat ik heb gezegd? Als ik aan het kakken ben, ben ik gewoon blij. Als hij op een van deze foto's een rode sticker heeft geplakt, dan verbreek ik de relatie. Ik weet het is zo belangrijk voor jou, dus daar heb ik het gedaan. Dat is een grapje. Tuurlijk mogen de foto's mee, schat. Zie je hem lachen? Nee, maar ik lach zelf wel. Rood! Oppiepen met die kutmand. Nou, niet doen, niet doen. Oh nee, dat vind ik echt heel erg. Je weet dat ik echt boos word van zulke dingen. Hoezo? Dan schrijf even voor het comedy effect. De reuze paprika. Wat denk jij? Ik denk, dat ding is rood, dus ik denk rood. Wil jij hem weg hebben? Wat heb je? Jongen, wat wil je met dit lelijke ding doen dan? Hallo, het is gewoon een mooie paprika. De mooie paprika die al 2 jaar lang in een berging staat. Maar dit is toch een eyecatcher? Die kun je toch wat leuks mee in de tuin? Nee, we krijgen een Ibiza-stijl tuin. Dan ga je toch geen rode paprika inzetten? Ja, dat doorbreekt het lekker. Nee. We zullen de kijkers even vragen. Ja, maar jouw kijkers zeggen toch allemaal ja. Ik vind het super oneerlijk. Oké, we gaan door. De boxbal. Groen. Oh, dubbel groen. Sorry. Wat is dit? Sabotage. Oh my god, wacht. Ik plak dit er gewoon overheen. Dit ding was duur, hè? Dat ga ik echt niet zomaar wegdoen. Wat? Sabotage. Ik heb gewoon een groene sticker geplakt. Hé, hey, maar dit is niet eerlijk. Ja, ik gooi hem gewoon in de container. Oké, de scooter. Nou, dit is jouw scooter. Ja, het is mijn scooter. Ja. Mijn scooter. En, wat denk jij? Jij hebt sowieso rood gedaan, weet ik nu al. Een groen stickertje. Die is van mij. Nou, wat zou dat toch voor kleur zijn? Ik heb een groen. Oh, echt heel verrassend weer dit. Je hebt al groen. Oh. Oei. Oei. Wat gaan we nou doen? Nee, die gaat gewoon echt niet weg. Nee? Nee. Maar ja, wat heeft het de stickers dan voor zin? Omdat de scooter is het allerduurste wat ik heb. Oké, dan houden we hem. En dan gaan andere mensen over beslissen of het weg moet of niet. Oké, dan houden we hem. We gaan door. Oh nee, we zijn nu klaar. Of niet? Ik wil jou niet meenemen naar het nieuwe huis. Hé. Hey. En mezelf wel. Tot volgende week bij Casa Calvina. Doe hem normaal dan. Doe hem rustig, jong. Doe hem rustig dan. Doe hem rustig. Alles wat van mij zou je weg hebben, hè? Kijk al deze rotzooi dan, hé. Rotzooi? Je bent zelf een stuk rotzooi, jong. Stuk vuilnis. Ga lekker bij containers slaan waar je hoort. Doei.